Het is begin maart als Paul de bui al ziet hangen. Nog voor corona in Nederland uitbreekt, trekt hij zich terug. Veel contact met Rome en Italië in zijn algemeenheid. En die ontwikkelingen die daar zo plaatsvonden, dat ging zo snel dat ik zoiets had van ja, je kunt op je Nederlandse klompen aanvoelen dat dat geen haalbare kaart wordt. Pauze in een kale Sint-Pieter, zonder bloemen, buiten het plein, helemaal verlaten. Dat is heel bizar. We hebben begrepen dat dit jaar de bloemen voor Rome dus niet door konden gaan. En om ze toch een bestemming te geven, hebben we dus de keuze gemaakt om bij de vier kerken van de Willy Broeders parochie, dus deze bloemen neer te zetten. Ja, dat is heel vreemd voor me. Om sinds 33 jaar een keertje in Holland Pasen te vieren. Ja, we mogen deze rozen zegenen. Bloemen die in al hun kwetsbaarheid ook water en zorg nodig hebben, maar die nu naar Rome kunnen, omdat op het Sint-Pietersplein geen Pasen wordt gevierd. Maar die rozen vinden nu hun weg naar de mensen in de zorg en de zieken en de kwetsbaren. Jullie krijgen een bloemetje. Oh, wel hartstikke leuk. Die krijgen jullie omdat het bij de paus gaat het niet door, hè? Oh, oké. Okay. Nou. Bijna 20.000 rozen, de witte rozen die normaal gesproken op het plein staan, die zijn geschonken aan alle ziekenhuizen. Dan zal ik thuis voor mee blij maken. Dankjewel. Bloemen brengen vreugde. En in deze trieste tijd is het een extra lentebode van, ja goed jongens, er komt ook weer een tijd, hopen we met z'n allen, die voorjaar en plezier brengt. Ja, we moeten hier doorheen. En die bloemen die ondersteunen dat. Stel nou dat je een heel moeilijk bezoekje moet brengen bij een dierbaar persoon. En je vindt het, ja, wat moet je zeggen? En je staat voor de deur met één roos. Dan hoef je niet veel meer te vertellen. Die roos die vertolkt jouw gevoel. En dat is wel heel bijzonder. En dat, ja, dat mogen wij eigenlijk met ons vak iedere dag doen. In de winkel komt een jongetje die vraagt van, ik had graag een roos voor mijn moeder. En dan vraag je van, is mama jarig? En zegt zo'n jongen, nee, ik ben trots op mama. Want ze krijgt vandaag haar laatste chemokuur. Nou, dat vind ik echt heel mooi. Betekent eigenlijk voor het project dat het copy-paste naar 2021 gaat. Dus we zullen het positief brengen en zeggen van, volgend jaar wordt een top-editie. Daar verheug ik me nu al heel erg op en ik kan eigenlijk niet wachten dat het weer Pasen wordt. En hartelijk dank voor de bloemen.